Simon. Yes. Zoe. Si. Ayana. Ja. Yeah. Dolph Roen. Present. En Claire. Ciao. We zijn vandaag op het kinderboekenbal. En dat zie je allemaal hier bij Kinderen voor Kinderen. Voor altijd. Jong. Maar eerst heb ik afgesproken op deze basisschool met Simon. Hoi Lex. Hallo, hallo. Hoe is het jongen? Goed. Goed zo. Hoi. Hoi, ik ben Lex. Ik ben Daantje. Hallo Daantje. Oh, ik ben Willy. Willy. Was het leuk op school? Ja, heel erg leuk. Ja, wat heb je vandaag gedaan? Heel veel werkjes gedaan die we allemaal moesten doen. En het was gewoon een hele leuke dag. Nou, top. Wat merk je nou van Simon dat hij bij Kinderen voor Kinderen zit in de klas? Ja, hij vertelt heel veel over Kinderen voor Kinderen. Hij is wel heel erg open. Hij vertelt ook heel veel. Ja, jongens, mag ik met jou mee naar huis? Ik ben wel benieuwd hoe jouw kamer er zo uitziet. Oké. Okay. Ja, bedankt. Tot de volgende keer. We gaan lekker naar huis. Je moet 5 dagen in de week naar school. Ja. En wat vind je dan het leukst op school? Het leukst? Ik hou heel erg van geschiedenis en gym. Geschiedenis? Ja. En wat is er dan zo leuk aan geschiedenis? Nu zijn we in deze tijd, 2016. Ja. En ik wil ook meer weten hoe het vroeger was. Oh ja. Hoe ze vroeger leefden. En wat heb je bijvoorbeeld geleerd? Ik heb dingen over de middeleeuwen geleerd. Ja. En over de Romeinse tijd. En lees je dan thuis ook veel boeken over geschiedenis? Ik lees best wel veel boeken. Ja. Maar als ik boeken lees, ja, dan lees ik altijd wel over vroeger en over de Romeinen. Vorige week was je bij de Koningsspelen. Je hebt de koning en de koningin ontmoet. Ja. Hoe was dat met Willem en Maxima? Dat was spannend, heel erg spannend. Want ja, ik heb ze nog nooit in het echt gezien. Nee, dat snap ik wel. Daar, de tweede, is mijn huis. Oh, hier woon je? Ja. Hoi, man. Alsjeblieft. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Hoe je houdt ook van voetbal? Ik hou heel erg van voetbal. Het is bij mij altijd heel verschillend. Soms speel ik ook met jongens en dan ga ik heel veel stoere dingen doen en dan ga ik wat voetballen. Ja. En soms speel ik ook wel met een meisje en dan ben ik wat... Ja, dan ben ik niet meer zo stoer meer. Dus dat is, bij mij is het altijd verschillend wat ik allemaal doe. Krijg je daar ook wel eens commentaar op dat jongens zeggen... Hé, dansen of balletten is helemaal niks stoers voor jongens? Nee. Dat vinden ze allemaal top? Ja. Oh, wat fijn. Het is gewoon heel leuk, want ze hebben dat eigenlijk bijna ook nog nooit gezien. Een jongen die ballet doet of Kinderen voor Kinderen doet. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk heel leuk voor hen dat ze zo'n iemand in de klas hebben. Ja. En wat zien we hierachter allemaal? Wat, hier stond je in de krant? Ja. En wat is dit? Dit is mijn diploma van ballet. Oh, klassiek ballet A. En je hebt hier ook allemaal boeken staan. Wat voor boeken zijn het allemaal hier? Dit is van het Rijksmuseum boek en dit zijn geschiedenisboeken. Even kijken. In een land hier ver vandaan. En waar gaat het dan over? Dit gaat over... Er zijn altijd verschillende verhalen. Ja? Bijvoorbeeld soms gaat het dan over de middeleeuwen en soms over Zuid-Amerika en zo. Wauw. Over boeken gesproken. Het is bijna zover, hè? Ja. We moeten naar het kinderboekenbal. Ja. Maar dat kan niet zo, dus je moet je even omkleden. Ja. Doe dat. Dan zie ik je straks op het kinderboekenbal. Is dat goed? Oké, ja? Goed. Tot zo, jongen. Ik heb even een mooi jasje aangetrokken, want het kinderboekenbal is vanavond. En als het goed is, gaat Kinderen voor Kinderen hier optreden. Kijk, mooie ballonnenboom. Allemaal hele mooie dingetjes hier. Hé, hey, jongens! Hey. Hallo, hallo, Ayana. Hoe is het? Glitje. Simon. Hoi, Lex. Hallo, dag meneer. Meneer Veroen. Dag. Jongens, zijn jullie klaar voor het optreden op het kinderboekenbal? Ja. Ja. Claire, je hebt al een microfoontje. Hallo, hallo. Wat ga je doen? Ik ga bij Oma die vlogt, ga ik meezingen met het koortje. Oh, top. En jongens, is het spannend vanavond, het kinderboekenbal? Ja, best wel. Waarom is het zo spannend? Nou, ik doe het wel voor de eerste keer. Ja. En dan is het wel spannend, want ik heb ook nog nooit voor zoveel mensen gestaan. Simon, ik moet wel zeggen, je ziet er puik uit. Meneer Veroen, welkom op het kinderboekenbal. Ja, u bent de schrijver van het kinderboekenwerkgeschenk. Ja. Gaat u vanavond ook zingen? Oh, gelukkig niet. Het zou vreselijk zijn voor die arme kinderen als ik ga zingen. U kunt niet zingen. Maar ik ga wel voorlezen. Ja, jongens, en zingen is eigenlijk bijna net zo leuk als lezen, toch? Ja. Ja. Zo is het. Een paar weken geleden waren Claire en ik bij Dolph Roen, de schrijver, thuis. Hallo. Hallo. Dag, Claire. Oh, dag, Dolph Roen. Kom je binnen? Ja, tuurlijk kom ik binnen. Kom je mee, Lex? Ik kom wel mee, hoor. Kom jullie allemaal binnen? Meneer Dolph, u woont wel mooi hier, hoor. Wauw, dit zijn zoveel boeken.
En weet je, van lezen leer ik natuurlijk ook veel, hè? Claire, ja? Jij speelt er ook piano? Nee. Klein stukje. Ja, oké, okay, een beetje. Laat even horen. Ja? Ze speelt piano. Ja. Even een klein stukje. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Prachtig, hè? Ja. Ja. Heel mooi gedaan. Ja, vind ik ook. Heel mooi gedaan. Ja. Zeg maar eventjes, meneer Dolf, waar zit u te werken? Nou, ik zit heel vaak te schrijven met de hand, met een pen aan dit tafeltje. En eigenlijk echt aan de computer zit ik hier. Maar, weet je, ik begin altijd met de hand te schrijven en dan ga ik naar de computer. Ja. Nou, weet je, het is bij mij eigenlijk altijd minder mooi in het echt dan in mijn hoofd. En het valt altijd een beetje tegen. Behalve met mijn laatste boek, en dat is het Kinderboekenweekgeschenk. Heeft u hem al hier? Ja. Heeft u het Kinderboekenweekgeschenk hier? Ja. Oh. Ja. Ik heb net een uur geleden, heeft de postbode heeft het door de brievenbus. Nou, dat was al net op tijd. Ja. Kunnen we hem zien? Ja. Ja, ik ga hem pakken. Kijk, Claire, hier staat alles wat ik heb geschreven. En kijk, dit is het. Wauw. Een officieel moment. Kom hier, dan pak ik deze. Nou, reik hem maar uit. Jij bent de eerste die het vasthoudt. Wauw, dit is echt zo mooi. Weet je wat zo leuk is? Dat jongetje, dat lijkt precies op mij toen ik zo oud was. Ik heb nog een vraag, hè? Ja. Het Kinderboekenweekgeschenk is er dan. Oorlog en vriendschap. Waar gaat het over? Het boekje gaat over vriendschap van twee jongens, waarvan de een de ander verraadt. Daar gaat het eigenlijk over. Oei. Ik zelf vind het een heel mooi verhaal geworden. En is het ook zelf gebeurd? Of, ja. Ja, het is echt gebeurd. Ja. U heeft het zelf meegemaakt? Ja, ik heb het zelf meegemaakt, ja. Echt waar? Ja. Weet je, en ik ben degene die zijn vriendje eigenlijk een beetje heeft verraden. Ik kon er wel niks aan doen, maar dat heb ik nooit vergeten. Want ik vind, weet je, het verraad aan iemand vind ik het eigenlijk het ergste wat je doen kan. Ja. Daar gaat het verhaal over. Claire, jij hebt een keer aan een voorleeswedstrijd meegedaan. Ja. Groep 5? Ja, in groep 5. Maar je hebt ook dyslexie. Ja. Dus je las voor, ondanks dat je het heel moeilijk vindt om woorden en letters op de juiste plek te zien. Eigenlijk had ik het heel vaak geoefend dat ik de tekst uit mijn hoofd kende. Oh ja. Maar wat is dyslexie precies? Als je leest, dan is het heel moeilijk. En dan begrijp je minder dingen van wat je leest. En ja. Heeft u nog tips voor mijn dyslexie? Ja, dat weet ik niet. Weet je, ik geloof dat langzaam lezen, dat altijd heel goed is. Ik kan slecht zien, jij kan misschien een beetje slecht lezen. Daar moet je gewoon genoegen meenemen. Ja. Claire, is het niet een idee als jij meneer Verroen even uitnodigt om mee te doen in een nieuwe clip? Oké. Tof Verroen, wilt u niet een keer met ons meedoen in een nieuwe clip? Nou, dan moet je me wel een beetje helpen, want anders dan lukt het niet. Weet je, dan ben ik zo'n raar oud mannetje. Dan moet je me echt even helpen. Dit komt helemaal goed. Zou ik nog een klein stukje willen voorlezen uit uw Kinderboekenweekgeschenk? Oorlog en vriendschap. Natuurlijk wisten we dat Irma Joods was. Op al haar jasjes en truitjes droeg ze de gele ster met de J van Jood erop. We wisten niet dat ze van school moest. Ze mocht ook niet meer in de bibliotheek, het zwembad, het park of de bioscoop. Overal stonden of hingen opeens bordjes voor Joden verboden. Oeh, dat is meteen spannend, ja. Ik heb meteen 1000 vragen. Ja, ja, maar die ga ik nu niet beantwoorden. Nee, we gaan hem zelf lezen natuurlijk. Ja. En jou zie ik graag volgende week weer, want dan gaan we de nieuwe cd inzingen. Ja. Ben je erbij? Ja, tuurlijk ben ik erbij. Mooi zo. Tot dan. Hoi. Ciao, ciao. Dat is mijn opa. Hij klimt in het bomen. Kan maar met ons lopen.